Ruudheus, dit was een nuttige overwinning voor jullie. Ja, dit was een eentje met een bonus, denk ik. Dit was een wedstrijd, als we deze niet hadden gewonnen, ja, dan had je echt onder blijven kijken. En nu heb je, denk ik, de aansluiting met de middenmoot. Was de druk ook zo hoog bij jullie? Nou, ik heb het heel ontspannen en we zijn er naartoe geleefd. We hebben niet echt de druk opgevoerd. We weten dat we als team heel veel kunnen presteren. Dat we keihard werken en tot de laatste weken goed gespeeld hebben. Alleen het resultaat bleef uit omdat we te veel tegen konden schrijven. Nu was Heerenveen met een winning moeten. De laatste drie wedstrijden gewonnen. Jullie speelden ook niet slecht. Dit was voor jullie kant volgens mij effectief voetballen. Dat is effectief. Maar ja, dat is Willem Looijens terug. En Willem kan het als geen ander. En ik moet eerlijk zeggen, Heerenveen heeft ook een hele goede ploeg. Heel veel kwaliteit. En deze ploeg, als die ze bij elkaar houden met enkele versterkingen, is dit een kampioenskandidaat. Misschien niet nu, omdat ze het begonnen zijn, maar in de toekomst voor de hoofdklasse. Maar goed, als we naar jullie ploeg kijken. Je hebt nu drie hele belangrijke punten. Moet jij toch nog naar onderen blijven kijken? Nou ja, het zijn nog een aantal finales. Dus als je één of twee keer verliest, zijn er meer in. En we moeten nu volgende week Xerxes moeten verslaan thuis. En dat kunnen wij ook. Want dat lijkt me wel lastig kwijt tegen de koploop. Ja, maar we hebben Montfort uit, waren we de betere ploeg. Sardenne. Wij kunnen die wedstrijden winnen. We hebben heel veel mentale kwaliteiten met elkaar. We hebben heel veel uit achterstand zijn we teruggekomen. 2-0, 2-2. Misschien wel 4-5 keer dit jaar. Dit is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd. Er zit heel veel druk op. Alleen we hebben het allemaal weggehaald. Maar in principe, als je hem verliest, ja, dan heb je een groot probleem. Dus ik heb de jongens ook een compliment gegeven. Ja, dat ze toch heel erg zichzelf verbleven zijn onder tegen een hele sterke tegenstander. Ja, want je hebt voorin Willem Looijen lopen, die scoort er gewoon 2. Maar ja, achterin leun je ontzettend op de verdediging vandaag. Nou ja, dat komt natuurlijk omdat de kwaliteiten bij de tegenstander gewoon heel goed zijn. Die spelen een heel goed positiespel, die kunnen constant een vrije man vinden. Ze hebben een links-rechts buiten met individuele kwaliteit, dus je wordt constant onder druk gezet. En ik moet eerlijk zeggen, we kregen veel tegengoals. En vandaag compliment voor het hele team, maar zeker voor de keeper in de achterhoede. Die alleen de eerste kwartier hebben ze wat mogelijkheden gehad en daarna niet zoveel. Wel een optisch overwicht, maar niet echt veel kansen. Hebben jullie in de voorbereiding last gehad van het gedoe met die spelerspas? Nou, we hebben tot dinsdag erover gesproken en toen zijn we weer hard gaan trainen en we hebben het er niet meer over gehad. Nogmaals, dat kan ik niet. Dan, als je daarmee bezig blijft, dan ga je eruit. Ja, want voor alle duidelijkheid, er is een A-junior die heeft gespeeld met een voorlopig spelerspas. Ja. Wat voor consequenties kan dat hebben voor LSC? Ja, de consequenties is, de regels zijn volgens mij dat je misschien wel een punt in minder kan krijgen. En dat je misschien wel tot de speler gestraft wordt, misschien een geldboete. Maar ik vind het wel een hele grote zaak voor maken. Het is een jongetje van 18 jaar die 2 maanden geleden op een bijveld van die A-junioren voetbalde. Die ik zag lopen, die ik bij een. Ik train ook een talentenklas. Die is mee gaan trainen in de talentenklas. Toen zag ik, hey, die heeft wel kwaliteiten. En die jongens die speelde altijd in de A1 en die heeft tegen Ruijs ook meegedaan. Ja, heel naïef. En die had zijn spelerspas wel verlopen. En als we daar. Kijk, ik begrijp dat er een sanctie moet komen. Maar het moet ook niet erger zijn dan. Het mag niet zo zijn dat het een competitie sportief beïnvloed wordt. Dat wij punten in mindering krijgen. Want dan is het wel heel slecht gesteld met het voetbal. Dat als een jongetje van 18 jaar een straf krijgt, dat begrijp ik dan 1 wedstrijd of 2. Oké, misschien een boete de club. Maar geen puntenmindering, omdat jongens speelt al jaren bij de club. Het is ook geen speler die onder andere naam voetbal, die is geen crimineel. Hij heeft niet iemand neergeslagen. Hij heeft gewoon een foutje gemaakt met een kaart. Dus dat is het. Moet het ook niet erg maken, denk ik. Maar goed, ben je een normale middenmotor, is er niets aan de hand, zelfs met een punt minder. Maar stel dat dit punt nou net van belang is, dan is het wel extra zuur voor jullie. Ja, dat is een tik, maar ik weet zeker dat we daar ook wel weer overheen komen. Want we hebben dit jaar heel veel tegenslag gehad met blessures en spelers die allerlei spelers weggestuurd. Dus ja, ik weet zeker deze ploeg ook, maar ik ga er niet vanuit. Ik denk dat het sportief, dat we daar niet voor gestraft worden, zou ook heel ongevaarlijk zijn. Maar als al dat zou gebeuren, dan komt het er ook overheen. En dit is een overwinning met een bonus. En nu ze het doorpakken, nog een aantal finales, dat gaan we doen. Ja, want deze overwinning is gewoon lekker. Zometeen de bus in met een goed gevoel. Ja, nee, ik ga niet de bus in. Ik ga met de auto naar huis. Ik ben niet helemaal lekker, dus zodoende ga ik weer steeds naar huis. Gefeliciteerd. Hey, dankjewel.